Mijn naam is Thomas. Ik ben anders dan anderen. Mijn ouders zijn er nooit. En op school ziet niemand me staan. Niemand weet waarom ik zo ben geworden. Zelfs ik niet. Het lijkt soms alsof ik nooit geboren ben. Laatst in de klas, verzonken in mijn gedachten, sloot de docent de klas af, terwijl ik er nog in zat. Hij zei al dat hij me niet had gezien, zoals al meerdere. Ik heb verder niemand om mee te praten. Dat is de reden waarom ik het opschrijf. Niet dat het veel uitmaakt, want het schrift praat toch niet terug. Als ik maar een paar seconden mijn ogen dicht doe, komen de nachtmerries. Ze zijn niet altijd hetzelfde, maar het gaat steeds over dezelfde personen. Over mij en de dood. Iets in me zei me dat ik naar de kerk moest gaan. Gezien het feit dat niets helpt, zou dat wel eens de enige oplossing kunnen zijn. Misschien dat God nog wel een oplossing voor me heeft. Het heeft allemaal geen zin meer. Wat zijn jullie aan het doen? Tom heeft het nog niet gezien, hè? Oh ja, dat is een beetje lullig. Maar ja, volgens mij... Hé, hij is er. Ga ik even... Hey Tom! For myself, making money for myself, spending dough on shit for myself.